Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik terug en ik heb toch weer een parel. Ik heb een parel. Weet je ook een parel is? Jij. Dat komt dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Dan kan je beneden abonneren. We hebben bijna de 650.000 abonnees. Dat zou toch leuk zijn als we dat kunnen halen. Want dan heb je eigenlijk bijna een miljoen. Mensen, er is een programma online gekomen. En dat programma... Hoe de fuck heet het? Snelle jongens. Wat het inhoudt, ze gaan hier vier jonge ondernemers volgen die geld verdienen. Nou heb ik even de eerste paar minuten hiervan gekeken. En ik dacht, hier moet ik op reageren. Want dit is het meest verschrikkelijk wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Het staat op Videoland, dus wil kijken. Ik word niet gesponsord. Videoland, maar misschien haast dan deze video niet offline. Dat zou toch heerlijk zijn. Je hebt één leven, ik wil er bepaalde dingen uithalen en dat vind ik niet in de kantoorbaan, maar dat vind ik wel in het ondernemerschap. Zo mooi, het begint gelijk kantoorbaan. Dus... Nou, ik werk dus nu op kantoor. Leuk wat er is. Heerlijk. Ik ben niet brok, maar ik kom meer. In ieder geval, het gaat om vier gasten. Twee daarvan boeien niet zoveel. En de andere twee, daar gaan we het over hebben. Deze gast boeien niet zoveel, want die is voornamelijk bezig met... Ja, wat is het? Vastgoed en zo. Prima, lekker vastgoed doen. Lekker leuk, prima. Wel dan daar cursus over kopen, hoe je vastgoed... Maar... Prima. Deze gast boeit ook niet echt. Vond ik gewoon een beetje saai. De eerste paar minuten. Ik denk van dat boeit ook niet. Deze twee daarentegen. Wat maken we mee? Ja, jullie gaan het zien. Maar het is echt verschrikkelijk. Vind je het nou leuk? Er zijn meerdere afleveringen. Laat dat vooral weten. Want dan ga ik even dit hele programma ontleden. En kijken wat ze nou eigenlijk zeggen. En waarom de fuck zij een serie krijgen op Videoland. Nou goed. Laten we maar gaan kijken. Zoals jullie weten ben ik een high school dropout. Een high school dropout. Waarom ook Nederlands praten en dan zeggen high school dropout? Waar slaat dat op? Financieel vrij worden via vastgoed. Dit leer ik mijn mentees. Dropshipping. Je ziet het waarschijnlijk steeds vaker voorbij komen op social media. Het is mijn nummer 1 tip om snel groot te kunnen worden op TikTok. Fucking hell, nummer 1 tip om snel groot te worden op TikTok. Dit moet ik hebben. Mensen, ik heb dus een TikTok geplaatst, maar die is dus totaal niet viral gegaan. Omdat, ja, ik weet niet waarom, maar hij is fucking grappig. Het is deze TikTok. Hey Marco. Hi. Prima. Dit is toch geniaal? Het gaat over met die Marco, prima. Maar dan met Marco Borsato meme. Ik dacht, dit is echt een leuke meme. Maar blijkbaar werd het toch niet echt gewaardeerd. Ik ben de guy die jou het echte advies gaat geven om jouw droomleven te bereiken. Oh, dit is toch zo'n pannenkoek. Oké, laten we gaan kijken. Dit is zo verschrikkelijk. Kijk hem dan zitten. Ik vind alles hier aan verschrikkelijk. Maar goed, we gaan gewoon kijken. Neutraal ga ik erin. Heb jij ooit het gevoel dat je een kamer binnenloopt en dat je gewoon niet jezelf authentiek kunt uiten? Luister dan deze story heel goed. Want op het moment dat je werkelijk werkt in die interne psychologie, dan gaan die blokkades weg. Het is alsof... Broer, ik luister en ik krijg gewoon poep in mijn oor. Er zit gewoon allemaal poep in mijn oor nu. Jij een raceauto bent die totaal 300 km per uur kan gaan. Oké? Oké. Ik ben een raceauto die kan 300 km per uur gaan. En je hebt een parachute achter je hangen. Een parachute achter me. En nu ga je maar 100 km per uur. Je kan of als een gek op dat gaspedaal gaan drukken. Terwijl op het moment dat jij simpelweg die parachute doorsnijdt... Ja. Dan ga je in één keer naar je volledige potentie. In één keer naar die 300. Okay. Waar je werkelijk wil zijn. Zonder... Lijkt mij gevaarlijk, hè? 300 km per uur. Maar goed, weet je. Dat kan allemaal als je zijn cursus koopt. Oh. Dit is het meest verschrikkelijke. Waarom doe ik me dat dit aan? Ik wil het helemaal niet kijken. Mensen kennen mij ofwel van mijn marketingbureau, mijn activiteit daarin. Ofwel van mijn psychologisch business, mijn coaching business eigenlijk. Waar ik mensen dus help om een interne wereld... naar een nieuw level te brengen. Ja, dit is echt... Ik heb nog nooit... Het is een marketingbureau. Ik ben zo succesvol geworden door ten eerste echt eerlijk naar mezelf te kijken. En door bewustzijn te hebben van oké, dit is mogelijk. Mijn ego los te laten en het dan gaan doen. Nou, jullie willen natuurlijk ook een idee hebben van oké, wat is de magnitude van het succes? Of de economics, echt? Dat soort dingen. Nou, waarom staat er een chick op de achtergrond? We hebben nu bijna 1000 students. Die betalen allemaal 1000 euro of meer. Dus weet je, je kunt dat zelf een beetje uitrekenen. 1000 keer 1000 is 1 miljoen euro. Maar even stel, als je dit kijkt en je hebt zijn cursus, je hebt 1000 euro aan deze flapdol gekocht die zegt dat je je parachute moet doorknippen, want dan ga je 300 km per uur. Holy shit, klik deze video alsjeblieft weg, want ik ga je echt heel verdrietig maken, denk ik. Ik hoop wel dat als die mensen straks in beeld komen, dat ze allemaal zo'n balkje of helemaal onherkenbaar gemaakt zijn. Dat als ik ooit iemand hier zie, die ooit bij ons komt solliciteren van ik wil graag werken, wat is je werkervaring? Ik heb een cursus gevolgd bij Boyd Hoek. Nou, dan barst ik een tranen uit en dan is het over met de print. Ik ben 22 op dit moment en mijn doelen zijn mainly om mijn coachingsbedrijf internationaal nummer 1 te maken. Ja, maar dat kan niet, want dat coachingbedrijf wat je hebt, al die coaching dingen die jij mensen geeft, dat is al genakt van Amerikaan. Dat is van hoe het in elkaar zit. Dus als het internationaal is, heeft dat geen zin meer, want dan kunnen ze beter die van die Amerikaan kopen. Oh mijn god, dit is trouwens, ik zit nu te kijken naar zijn cursisten. Yeah! Wat een groepje maagden zeg, holy shit. Oh mijn god. Hey rap, het is Boyd. En in deze video... Hey, what up? Het is Koen. Ga ik met je delen hoe je afkomt van zelfsabotage. Dat gevoel dat je naar je doel toe aan het duwen bent en niet getrokken wordt. Maar hij zegt niks!
Oh mensen, geef die 1000 euro dan aan mij. Ik geef je ook helemaal niks ervoor terug, maar goed, dan geef je tenminste aan mij. Kijk daarnaar. En vanaf daar heb je ook lager hangend fruit. Hè? Zoals bepaald gedrag. Als jij iedere dag uitslaapt tot 1 uur 's middags, ga je niet met het beste momentum op de dag beginnen. Dus daar zit ook conflicten. Weet je, de voor mij heeft hij zelf geen idee wat hij gaat zeggen en verzint hij letterlijk on the spot, wat dan wel weer knap is, dat je zulke verhalen kan zeggen. Het is dan leuk als hij over een jaar zegt van ja, ik had echt geen flauw idee wat ik aan het doen was. Ik lulde maar wat en mensen trapten erin. Dat is fantastisch. Kijk, dat zou dan wel weer leuk zijn. Maar hij gelooft zo erg in zichzelf. Disgusting. Stap 1, luister niet naar deze guy. Oh, what the fuck? Dat is mijn reactie. Dit is mijn nummer 1 TikTok tip. Nummer 1 TikTok tip, ik ben echt benieuwd. Sluit iedere... Wat een tip. Sluit iedere video af met een call to action. Beëindig dus niet zomaar de video, maar zeg bijvoorbeeld, volg me voor meer tips. Oké. Dus aan het eind van deze video ga ik de video eindigen met een call to action. En ik ga niet zomaar ineens de video beëindigen. TikTok marketing. Ja, ik verdien 20.000 euro per maand alleen maar door TikTok. 20.000 euro per maand alleen door TikTok. Mensen hebben op dit moment een volledig verkeerd beeld van TikTok. Maar je kan er ook 100% je hele business uithalen. Maar wat doe je dan? Mijn grootste inkomstenbron is affiliate marketing. Dit is hoe je geld kunt verdienen met Videoland. Videoland heeft dus een zogeheten affiliate programma. Potverdomme. En ik doe het niet. Ik kijk het nu op fucking video en ik doe niet eens de affiliate ding. Ik ben nu eigenlijk inspiratie op aan het doen van video's die goed zijn gegaan. Dus aan het kijken van oké, welke video's zijn nice, veel views. Small habits that will change your life right now. Every time you leave a room, take something that doesn't belong there and put it away. Waardoor je leven kunt verbeteren. Hij nakt gewoon compleet die TikTok. En hij vertaalt het. Hij nakt gewoon compleet die TikTok. Dit is toch met deze gasten die alles nakken en vertalen hun eigen taal en dan verkopen en doen alsof ze het wiel hebben uitgevonden. Op het moment dat er een video bij een ander werkt en echt goed gaat, dan weet je zeker dat als jij hem in je eigen woorden zet, dat die ook goed gaat. Ja, dat zal best, dat geloof ik wel. Elke keer dat jij je kamer verlaat, neem je iets mee wat er niet hoort. En ik vind het ook heel belangrijk dat mensen het dus niet zien als kopiëren. Het is kennis van een ander verzamelen, het in je eigen woorden zetten en dat op jouw manier op TikTok delen. Wat ik hier toch hoor, dit is toch het meest bizarre ooit. Dit is toch niet, dit kan dit toch niet geloven. Event nakt gewoon volledig iemand anders filmen, maar vertaalt het alleen. Maar het hele idee, concept, creatieve gedachtegang, alles nakt hij. Hetzelfde als dat je een film hebt, Stef, de Titanic wordt gemaakt. En iemand die maakt Titanic precies na, maar met Nederlandse acteurs. En zeggen, ja, maar dit is niet stelen. Nee, het is gewoon kennis nemen van een andere film. En dan doen we gewoon precies hetzelfde. Het zou mooi zijn als iemand de cursus van deze gast, zeg maar, compleet kopieert. En dan wat andere woorden verandert. Of dat hij ineens een andere taal doet. En dan zegt hij van, oh, het is gestolen. Blablabla. Deze koekjes bijvoorbeeld. Weg ermee. Het is toch wel ongemakkelijk als dit dan op film allemaal staat. Ja, omdat je zeg maar iedereen nu kan zien dat je echt elke TikTok volledig nakt en zelf ook nog eens vindt dat je goed bezig bent. Oh, daar gaan we weer. Kijk hem lopen ook. Het is toch verschrikkelijk. Oh. Ik zou zeker zeggen dat ik graag andere dingen voor me laat doen. Oké. There's no way dat ik de afwas ga doen of dat ik ga koken of dat soort dingen. Het gebeurt gewoon. Vriend, hoezo niet? What the fuck? Ben je gehandicapt of zo? Ik kook eens tegenwoordig mensen, bijna elke dag. Zijn je trots op mij? En ik doe ook de afwas. Nou, ik heb gewoon een vaatwasmachine, maar zelfs dat voelt hij zich er goed voor. Je vent is echt grootheidswaanzin, daar word je bang van, jongen. En dat bedoel ik absoluut niet op een arrogante manier of een pretentious manier van ik ben daar te goed voor. Maar het is simpelweg, ik heb hard gewerkt om de vrijheid te hebben om dat soort dingen niet te hoeven doen. Vriend, de vaatwas erin ruimen. Holy shit! Ik drink geen alcohol voor een aantal redenen. Alcohol is iets wat jouw denkende mind shut off. Wat je denkt in de mind shut off, dat is helemaal geen zin, vriend. Ik vind dat je alcohol niet nodig moet hebben to have a good time, to connect with people and to do this type of stuff. Hij wordt zelfs nu ondertiteld omdat hij gewoon Engels gaat praten. Ik word helemaal gek. How long exactly you guys been here? I've been here 6 years. 6 years? Yeah. Damn. And I'm a dental hygienist. So are you gonna give me shit that I'm chewing gum? No, chewing gum is actually recommended. Oh. No shit. Dit is zo awkward. I also never floss. You don't floss. Okay, that is my dentist always give me shit about that. That is a deal breaker. Waarom kijk jij mensen niet aan als je praat? Fair play. Oh mijn god, dit is zo ongemakkelijk. Ik kruip in één hier, mensen. Het spijt me dat ik jullie dit aandoe. Het is echt verschrikkelijk. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. Oh.
Stel, dit is het leven. Ingehuurde chicks met je op een boot, omdat niemand met je wil chillen. Stel, dat is de leven. Voor nu, mensen, was dat het. Ik ben helemaal kapot. Verschrikkelijk. U bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, zeg een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik... Draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.